69 jaar geleden. Werd de kniel opgegeven? Werd de kniel opgegeven, 26 juli 1950. Waarom is het zo belangrijk om dat ook te herdenken tegelijkertijd met deze Sunset March? Omdat zij te weinig erkenning en waardering nog krijgen van de Nederlandse overheid. Hier zitten nazaten van Joodse veteranen die in de kniel hebben gezeten. Surinaamse en Antilliaanse en natuurlijk Molukse veteranen. En waarom is het belangrijk? In het jaar van 75 jaar vrijheid vechten wij voor de erkenning, maar ook de militaire ereschulden die nog openstaan voor de veteranen en hun nazaten.